Hallo allemaal, leuk dat je kijkt naar deze nieuwe update video. Nou, ik wil eigenlijk op mijn Sienna account gaan, maar ik had toch mijn Phoebe ingelogd. Lekker slim. Maar vandaag zit ik met Queenstone en die gaan we vandaag ook levelen. En in deze video is de Midsommar Festival gekomen. En zelfs hebben we even iets leuks gedaan. Ze hebben foto's op Insta gezet. Wat komende updates komt. Die ga ik ook eventjes hier in een beeldscherm zetten. Misschien weet je veel mensen hebben geen Insta of zo. Of ze mogen geen Insta. Dat kan natuurlijk ook nog. Dus ja, dat zet ik hier nog eventjes in beeld. Eventjes. Af en toe eventjes een plaatje. Dus laten we meteen beginnen. Ik sta hier heel leuk bij. Moment. En laten we meteen beginnen met de video. Even kijken nog. Waar moet ik eerst beginnen? Ik zie heel veel mensen met een rare clubnaam. Tijdens het midsommerfeest vieren we het lange zomerdagen met familie en vrienden. Het feest is geliefd heel Noord-Europa. Oké, het komt uit Europa. Maar nagaan is het zo populair als hier in Jorvik. Jorvik Henk, zo. Rengos organiseert dat jij met zomaar viering Jorvik schoot tot nu toe zal worden. We zijn bijna klaar. We moeten nog een paar klusjes doen. Kun jij je paard ons helpen? Nee. Nee joh, doe het helpen. Oké, nog een spier van mijn paard. Dat is wel mooi. Maar ik heb hem niet gelezen. Oeps. Oepsie. Nou, misschien hoef ik al niet te trainen. Misschien is het die missies wel voor me. Ieder met zo'n vis heeft een vreugdevuur nodig om het feest en s'nachts door te laten schijnen. We moeten dus een paar boomstammen verzamelen en met de benzine besproeien en aansteken, toch? Fout. Vuur iets wat schrinkers. Nee, ik heb geen zin om te lezen meer, want het duurt zo lang. Haal de stap boomstammen bij de boerderij van oude Jasper en leg ze een plek van de vreugdevuur. Nou, oké. Okay. Hallo, mag ik je typen? Hey, mijn clubgenoot is hier. Nice. Nou, als je mijn club wilt, mag het alleen. Ik doe wel niks daarmee. Het is gewoon even. Mijn club is eigenlijk voor mensen die zat zijn om vriendschapverzoeken te krijgen continu. En als ik zin heb een meisje te doen, dan doe ik dat. En als je gewoon gezellig wil babbelen of zo, dan mag het natuurlijk ook. Want ja, het is gewoon een club die gewoon gezellig is om niet meer met te praten. Zonder uitjes en dat allemaal. Omdat ik ook zin heb om niet altijd op stadstable te komen en dat allemaal. Dus ja, daarom is mijn club gewoon nemen. Een vriendenclub waar we niks over doen. Alleen maar lekker kletsen. Dus, en ik mag ook in mijn Discord als je dat zou willen. En, maar ja, niemand heeft over gevraagd. Maar dat mag wel. Als je graag in mijn Discord wilt, vraag erom. En je krijgt de link van mijn server. En je mag mijn vriend maar vragen. Dat mag ook. Maar ja, ik moet je even zeggen wie je bent. Anders weet ik niet wie je bent. Want ik krijg heel veel verzoekjes. En dan accepteer ik ze. En dan zijn er weer mensen die mij willen irriteren en plagen. En daar heb ik niet zoveel zin in. Dus ik negeer ik ze altijd. Alleen, dus ja. Ik wil, ja, meestal vragen mensen ook gewoon als vriend als ik in de server zit. Dat mag natuurlijk. Maar random mensen heb ik dat liever niet. Want die weet ik dan niet. En ik kan ook geen berichtjes sturen, want het is geblokkeerd bij mij. Omdat ik dat ook vaak mensen heb die gewoon berichten gaan sturen. En die gaan opeens irritant lopen doen. Dus ja, dus ik heb het geblokkeerd voor mensen die me geen, die niet in server zitten en ook niet mij gevraagd hebben als vriend. Je kunt dan niks sturen naar me. In privé dan. Dus je kunt niks met mijn privé sturen als je geen vriend met me bent. Dus dat is ook weer zo jammer. Maar ja, laten we meteen verder met de update. Anders ga ik alleen maar over dat praten. Dus we moeten de paal ophalen. Boerderij van oude Jasper. Oké, okay, moeten we weer palen gaan ophalen. Een paal gaan ophalen. Joe. Wat heeft zij te vertellen? Ik ga het even niet lezen. Rij naar stal Morle en pak ze klaptafel en stoelen. Brengen ze daarna met een midsommerfeest. Zet ze neer en duren dat wilt. Is er nog wat wat ik moet gaan doen? Of was het dit? Oh, dat was het eigenlijk allemaal. Oké, okay, gaan we nu even naar Jaspers huis. Omdat ik daar iets moest ophalen. Ik ben helemaal verkeerd aan het rijden, zie ik nu. Het begint al goed. Oké, dat helemaal. Alles gaat fout hier. Alles gaat fout. Dat is één.
Je kan niet op E duwen, snap ik niet. Ah, nu wel. Even nog iets. En nu ga ik even naar Mora toe. Oh, Bouncy de Bouncy. Hoeveel XP heb ik nog nodig? En ik heb nog steeds heel goed nodig. Dat ging toch goed. Dat, en dan ga ik hier naartoe. En dan moet ik nu terug. Ja, ik moet nu terug, want ik zie hier dat ik alles al heb hier. Dan gaan we gewoon lekker terug. Oh, oké. Okay. Ik val gewoon iedereen aan, gewoon. Oh ja, ik ben ook bezig om een nieuwe intro te maken en outro. Alleen, de intro heb ik wel een heel leuk idee, maar de outro niet. Dus, zo. Dat is een beetje vast in mijn keel. nou, het begint al goed hier. Oh. Oké, okay, dat zag ik niet aankomen. Ik ga hem eens naar de andere kant brengen. Hup, en dan zet ik die paal hier zo neer. Hallo. Ik mag... Perfect. Nou, dat is mooi. Ik heb niet geleerd wat ik moest doen. Hi. We samen bloemen uit de bossen rond Talmoord en brengen ze daarna. Oké, okay. En dan ga ik even die andere even accepteren. Nice. Nu moet je weer gaan. Ik ben gewoon van mijn paard af gewoon. Even lekker rennen. Ga dan voor pinten halen, drankjes en etenswelp die naast de discotheek staan. Haal de speakers uit voor pinten. Oh, oké, okay, maar ik ben naar voor pinten. En waar is mijn paard? Maar hier is mijn paard. Waar ik niet op mocht klikken. Nou, leuk. Dan ga ik even naar deze gast hier. Heb je nog iets voor mij? Of dat niet? Een herhaal bij G&D Bouwplaats naast de midzomerfeest. En waar is mijn pet nu weer gebleven? En hier is mijn pet gebleven. Het begint toch goed hier hoor. Dan ga ik even naar die kant toe. Dan gaan we naar Mona, want dan ben je toch in de buurt. Of ga ik eerst wel even pinten? Ja, ik ga eerst wel even pinten, dus moet ik altijd op en neer rennen. Dat is 1. En dit is 2. En dat is 3. Misschien kan ik niet trainen. Dat is 4. Dan heb ik ook al met dit hier. Met de missie doen. 5. 6. En dan zit er nog 2. 7. 8. Weg eens te zien, ik kom nog op je. Zo, ik neem het ook even mee. Dan ga ik even naar Pinta. Ik ga heel kriskras doen, niet echt de bedoeling, maar. Dan kan ik me doorrennen naar. Ja, met zo'n feest kan ik alles meenemen. En hopelijk is mijn paard best wel sterk, hoop ik. Dan. Oh, ik wil even mijn chat even uitzetten dan, want ik word daar heel erg moe van. Chat hem. Hey. Dat zijn twee mensen die ik als vriend heb, ook ik. En volgende week, en ja, volgende week komt daar geen video online, denk ik. Omdat de update dan wat klein is. Dus dan doe ik de week daarna.
Dat ik dan een hele grote update van maken. Dat ik alles kan laten zien, zeg maar. Dus dat is mijn bedoeling dan. Want ja, een update maken van één klein dingetje. Ja, daar heb ik niet heel veel zin in. Dit vind ik wel groot genoeg om te filmen. Dus dan vind ik het wel goed. Moet ik even mijn paard eraf. Want anders kom ik niet. Ja. Ga af mijn paard. Thank you very much. Dan gaan we even lekker rennen. En deze speakers ophalen. Ik mag hier op het eduwen. Ook leuk. Dan krijg ik toch een muis. Mee mijn kind niet deed. Wow, paard. Dan ben je sterk. Zo dan, paard. Jezus. Wat ben jij moe? Wat ben jij sterk, zeg? Wauwie. Zo. Sterke paard. Ik denk dat je af en toe dat het echt gaat toch omvallen zo. Of ben ik nog gek? Ja, het is echt zo dat het zou proberen. Nou, dat valt alles weer omlaag. Denk ik dan. Maar met dit paard, mijn paard is best wel sterk. Kijk, een hele vette lag spike, maar dan komt dat heel veel mensen er zijn. Dan moet alles ingeladen worden. Wauw, paard is best sterk. Wauw, maar ik ga even naar verbinderlijk zijn, naar Moorland. Hoeveel heb ik nog nodig? Ik heb nog 40 nodig voor XP om een bepaalde 15 te krijgen. Dus het is goed dat ik met dit paardje ben gegaan. Oh, ik moet even hier naartoe, want ik ben volgens mij te ver. De even is best wel prettig, omdat je dan makkelijk bij kan komen. Vooral met missies denk ik dat het wel gemakkelijk is. Dan moet je de klikje op die mensen moet je weer een goed gaan zoeken, wat best wel irritant is. De meeste mensen kunnen wel met me meepraten, denk ik zo. Dat je dat moet zoeken zo, dan zit je dat zo doen de hele tijd en dan nu ben ik gewoon even op beneden drukken en dan is het alweer klaar. Dat is ook makkelijk met deze missies, kan je het ook gemakkelijk doen. Dus hoef je het betekenlijk en dan is het al klaar. Dit is ook al klaar, zie ik. Bloemetjes, mijn paard is echt zo sterk. Nee, ik zie die bloemetjes niet. Oh, die liggen daaronder. Wat? Die liggen daar gewoon onder. Oké dan. Oh, bonk. Begint daar goed hier. En hebben we nog iemand bloemetjes? Oh, mooi, daar weer niet. Nee, toe. Is nog iets wat ik moet doen, lieve vriend? Oké, waarom begin ik eigenlijk te kloppen? Ik gebruik het even. Oké, dan ga ik dat eventjes doen. Zo. Ook al klaar. Mijn paard is level hoger. Nee, ik hoef niet meer te trainen. Dat is mooi, ik hoef een paardje niet meer te trainen. Oh, geweldig. Nou, ik hoef geen raceje meer te doen. Mijn paard is level 15.
Dat is mooi. Dat is maar goed dat ik dat paard heb gekozen. Sta je toch wel. Boeien. Dat keiharde muziek gaat denk ik wat gevoeliger zetten, denk ik. Zo. Want hoorde me niet echt goed, denk ik zo. Niet al klaar, huppla. Zo. Nee, het ook als vier. En hier moet ik iets voor doen. Dat heb ik toch al gedaan, vierkantjes maken. Ja, dat heb ik al gedaan. Berim staat er nog steeds bij daar. Hallo? Zo. Uitstekend, dat kan even. Dan zit je druk. Helpt er een. Nee, ik kan. Dat kan ik wel makkelijk bij mijn meisje, dat scheelt ook weer. Wauw. Mijn neus. Hé, ik zit vast. Vroeger was dat bij Steve. Nou, volgens mij is het nu. Klaar. Oh, ik heb nog eentje, zie ik hier zo. Klem de. Oké, dan gaan we dat ook eventjes doen. De vlag van Jovik. Zijn we klaar? Thank you very much. Is het toch te laat toch nu? Nou, we moeten even terug gaan. Zo, oh, ik kreeg ook iemand. Dat is iets echt handig. Waar is mijn paard dan weer? Joehoe! Where are you? Waar is mijn paard? Ik ben mijn paard kwijt. Hij staat hier ergens, maar waar is hij gebleven? Oh, hier staat hij. Wauw, leuk die functie. Kan ik hem zien? Oh, wacht. Dat kan ik even doen. En ik geef mijn paard af, denk ik zo. Eén verzameld. Ik moet het gaan rond gaan dwarren hier zo. Nou, dan gaat het ook eventjes toe. Oh, mag ik hier niet langs? Vind ik niet leuk. Ik mag niet op. Wat? Ik kom niet eens daarbij. Oké, waar is de andere dingen? Dat gaat heel soepel, maar niet heus. Nog één. Waar is die? Oh hier. Alles gaat fout in deze video. Vind ik leuk. Oh, mijn paardje.
No. No. How cute. Nou, is het eigenlijk alles? Was ook iets met vissen? Of ik dat ook alweer vergeten of zo? Een punt. Waarom rijd ik 8 keer de verkeerde kant uit? Nu is er echt niks te doen, toch? Nieuwe dingen zo te zien. Wow, zoals ze bewaren, altijd zo duur. De broekje is wel leuk. Wauw. Waarom had het zo duur als ze hebben? Ik snap het niet. Maar die dekjes zijn wel leuk. En die zadels. Ik vind omdat ik die ene van de regenboogdingen allemaal niet heb. Ik wou ze wel koppelen en ik was een beetje te laat. Oh, deze is wel leuk. De kost maar 1 jovic shilling. Volgens mij heb ik die allemaal. Nee, niet allemaal zeg. Deze zijn wel leuk. En ik heb ze wel bijna allemaal. Dus. Yo, ik koop ze. Goeie. Die vind ik nou wel leuk om te kopen. Dat is toch maar één. Dat is toch maar 1 shillings kosten. Dat is goeie. Deze heb ik nog niet. Deze ook niet. En deze ook niet. Dus ik heb ze nu allemaal gekocht. Oh, deze heb ik wel. Ik heb alleen deze toegekocht. Oh, deze heb ik alleen, zie ik. Die zijn wel leuk, maar ik vind het gewoon te duur. Gewoon, dat is ook niet normaal. Ja, maar voor de poppetje ook. Hé, hey, ik zat ook maar eventjes. Die vind ik wel leuk. Kost ook maar 1 euro shilling. Zo opgelost. Maar dit is gewoon echt belachelijk duur. Dit is gewoon echt niet normaal. Die 25 kan nog wel, maar 190 en 144. Oh my god. Dit is gewoon niet normaal. Oh, dit is gewoon het allerduurste. 150. Is ook een allerduurste hierin of zo. Kijk wat dit allerduurste hierbij is. Nee. Ook niet. Ook niet. Ook niet. Dit is ook het allerduurste van de dekjes. En dit is het allerduurste van het zadel. Oh, dit is allemaal best wel goedkoop. Dit hoef ik niet naar te kijken, want die heb ik allemaal gekocht. Dit niet. Dat ook niet. Nou, nu dat ik heb gezien was de zaal het allerduurste wat ik kon zien. Dat is echt niet normaal. Ik heb een ander gekocht. Maar, ja, ik hoef een paar er niet meer te trainen. Want dat wil ik eigenlijk wel gaan doen. Maar het hoeft al niet meer. Dus, ik ga even een plekje van... Ik ga even dansen. Ja, dat ga ik doen. Ja, dat heb ik vorige keer ook niet gedaan. Dus dat ga ik nu wel doen. Dat heb ik vorige keer ook nog niet eens gedaan. Dus ga ik deze keer nu wel eventjes doen. Wat kan ik hier eens doen? Niks. Dan ga ik daar. Ik zal daar wel in gebruik, zie ik. Ik zal ook in gebruik. Ik kan niks gebruiken hier. Nou ja, iedereen heeft het vast, dus dan kan je ook hier... Ik kan wel gaan dansen. Ja, dat gaan we even leuk doen. Dansen. Zo. Niet voor me staan, alsjeblieft. Ja, dansen. Oh my god. Dat dans je toch niet normaal? Dit doet niks. Ja,
Hetzelfde. Haha. Oké. Bye. Ik heb dat weer gezien. Maar eigenlijk wou ik het ene van dit vast hebben. Maar ja, helaas. Iedereen heeft het vast. Dan heb ik mijn pie. Maar hij is al 25 al. Fjong. Nou, mijn zus zit aan de video. Ik hoop dat je deze video leuk vond. En laat dan je acties weten of je in de club wilt of in de Discord server van mij. En dan krijg je de linkje van mijn Discord server. En dan kan je erbij. En dan, ja, dan zie je allemaal hoe vervolgen wat je allemaal moet gaan doen. En tot de volgende keer. Bye bye.